De mannen van Truman en DJ zitten hier. Ze moeten wel zo op, maar ik wil toch even weten hoe dat voelt vlak voor je opgaat voor Glastonbury. Hallo. Hi, Michiel. Alles oké? Ja, alles goed. Hoe is het met jullie? Zo wel met u. Ja? Zo vlak voor Glastonbury, je hebt er vaker gestaan, je hebt meerdere festivals gedaan. Ja, maar u ook? Nee? Ja, wel meerdere festivals, maar nooit Glastonbury. En ik ben redelijk overwhelmed. Ja? Ja. Ik heb nooit zoiets groots gezien. Ah, omdat het groot is? Ja. Ja. Maar wat nog? Ja, nou ja, de Britten zelf doen er heel druk over. Ja, ja, maar mijn vraag naar u specifiek is, wat is er zo speciaal aan? Nou, wat ik het afgelopen weekend een beetje heb geleerd is dat er iets met aardlijnen onder de grond samenkomen die heel veel energie geven. En liefde en vrede en fantastische Stonehenge. Ja. En is dat effectief zo? Nou ja, ik voel me wel heel goed. Zo wel. Ja, maar doet het jou nog wat dat je voor zo'n fantastisch, groots opgezet festival onstage gaat? Het publiek wel, hè. Het publiek is altijd, hopelijk straks, maar normaal gezien is het publiek op Glastonbury altijd super. Maar, ik weet niet, dus dat mystieke element, het is nu al van 1999 dat we hier komen. Mm-hmm. Denk ik toch? Ja, 1990 denk ik. Dus al 10 jaar dat we hier komen. Gefeliciteerd. En ik heb het nog nooit gevoeld. Nee, nee, nee. Is helemaal nog tijd om ook allemaal dingen te bekijken? Of is het echt invliegen, uitvliegen, weg? Maar hier is het extra moeilijk, omdat als je naar iets anders wilt gaan kijken, moet je drie kwartier wandelen naar een andere tent. Yep. Dus ik was ongeveer een drie kwartier geleden toegekomen en even met mijn vriendin. We wouden naar de Klaxons gaan kijken. Ja. En we hebben na 20 minuten opgegeven. Heb je nog iets in de verte gehoord of zelfs dat niet eens? Nee, gewoon niet eens gevonden waar dan wij waren. Ik vind wel heel fijn dat je dit hebt gevonden. Ja, we waren gebeld aan tourmanager. Cool thing. Yeah.